Vermoedelijk werd hij verblind, de chauffeur van het taxibusje die maandagochtend achterop een vrachtwagen reed. Het gebeurde op de A73, opslag Dukenburg. Wat we hier ter plaatse aantreffen is dat er dus een taxibusje achter op de vrachtauto is gereden. Waarbij er meerdere slachtoffers te betreuren zijn in dat taxibusje. Dus we hebben 5 gewonden die met, zoals het nu naar aanziet, deels lichtletsel naar het ziekenhuis zijn vervoerd. Ja, en de vrachtauto, de chauffeur heeft daar verder geen letsel aan overgehouden. Het letsel is echt uitsluitend van de inzittenden van het taxibusje. Nou, in eerste instantie hebben we alle rijbanen afgesloten, zodat ook de brandweer veilig kon werken om alle slachtoffers uit het taxibusje te krijgen. Nou, zodra de situatie toeliet, hebben we vast 1 rijstrook geopend, dat het verkeer van mondjesmaat kan gaan rijden. Ja, wij zijn hier nog enige tijd bezig voor het verdere onderzoek. Ja, dat moet het onderzoek nog uitwijzen. Wat we in ieder geval weten is dat het taxibusje op de achterzijde van de vrachtauto is gereden. Ja, zoals u hier wel merkt, mogelijk dat de laagstaande zon daar een rol in speelt. Maar dat moet verder onderzoek uitwijzen. Er was inderdaad een traumahelikopter ter plaatse. Die heeft vervolgens alleen ondersteuning verleend, wat ik heb begrepen. Slachtoffers zijn gewoon met ambulances naar het ziekenhuis vervoerd. Ja, het was een bestelauto, dat is van een getuige die eigenlijk het ongeval zag gebeuren. En die heeft vervolgens zijn bestelauto als soort van beveiliging voor het ongeval schuin erachter gezet. Om daarmee eigenlijk de ongevalsplaats te beveiligen. En vervolgens heeft hij eerste hulp verleend. Dus een hulpvaardige voorbijganger is dat geweest.